De treffers in het rood en zwart vecht tegen degradatie. IJsselmeer volgens is wel zo'n beetje veiliger. De treffers komt op 1-0. Pim Balkenstein kopt de vrije trap van Van der Beek binnen. Dat gebeurt in de 19e minuut van de wedstrijd. Een wedstrijd die eerder dit seizoen de Westmaat in 5-1 eindigde voor de treffers. Beide ploegen troffen elkaar ook in de finale om het landskampioenschap in 1998. IJsselmeervogels als zaterdagkampioen, de treffers als zondagkampioen. De treffers won toen de titel. Ali Akla is terug in zijn vorm waarmee de IJsselmeervogels vorig seizoen mede aan de titel hielp in de derde divisie. Hij begon pas met scoren na de winterstop. Dit is alweer zijn vierde. Doelman Cornelis was kansloos. Hovenstad voor IJsselmeervogels dat veel geblesseerden kent. Zoveel geblesseerden dat zelfs oud-gediende Pascal Boschart, assistenttrainer, nu als wisselspeler op de bank zit. En dan de 2-1 voor IJsselmeervogels. Het is weer Ali Akla na matig ingrijpen van doelman Niels Cornelis. Die de voorzet van Buitenhuis loslaat. Dan heeft Olijfveld het overzicht en maakt Akla het af. Het is 2-1 voor de Vogels. Van der Beek met de vrije trap en weer Balkenstein. De centrumverdediger, de aanvoerder van de treffers. Levensgevaarlijk in de 16 van de tegenstander. Brengt de treffers langs zij. Jamie Schaap is kansloos. En IJsselmeervogels krijgt het moeilijk. De kopbal van Misicjan en de redding van Schaap houdt de 2-2 op het scorebord. Voor IJsselmeervogels is het een winstpuntje dat de ploeg nog veiliger maakt. Voor de treffers is het misschien wel iets te weinig.